Wat wist jij al van ASV 57? Een elftal met genoeg kwaliteit. Dit seizoen veel blessures gehad. Eigenlijk normaal gesproken wel een middenmoot in de derde klasse. Die het vooral wel met eigen jongens wil doen. En echt de dorpsclub. En daar staan we ook wel aan. In het verleden zelf was toen nog RKSV ook lid geweest. Hier ook wel eens geweest. En dat samenvatten denk ik dat dat goed bij mij past. ASV 57, een ploeg die in de derde klasse zaterdag voetbal. Derde klasse D. Ja. Maar die staan er niet goed voor. Ja, wat is niet goed voor? Hè? De competitie is nog lang. We hebben volgens mij, we hadden het er net hier voor de tijd nog over. Ze moeten nog 19 wedstrijden spelen. Mm-hmm. Dus we zullen gaan zien wat de KNVB daarin gaat besluiten. Ongeacht het niveau. Hè, ik ga ervan uit dat de jongens erin blijven. Blijven er niet en spelen vierde klasse. Dan is dat voor mij geen reden om niet te komen. Ik was eigenlijk gewoon op zoek naar een club waar uitdaging ligt. Ja, dat vind ik hier. Ja, we willen gewoon eigenlijk met ASV, mits handhaving, ga ik nu vanuit, gewoon een stabiele derde klasse worden. Dus dat is ook de opdracht voor de komende jaren. Er loopt ook een aantal talenten die in de jeugd rondlopen, willen we eigenlijk laten doorstromen. En dat proces maakt dan eigenlijk graag deel uit van. Ja. 2 jaar eigenlijk geen echte gezelligheid gehad, 2 jaar geen echte voetbalwedstrijden gehad. Club waar de vrijwilligers normaal gesproken alles doen, maar de vrijwilligers zijn er niet, want die mogen er niet zijn. Dat is eigenlijk het moeilijkste van het besturen nu van een club. Je mist je vrijwilligers, je mist je mensen om je heen. Je kunt moeilijk met elkaar communiceren. Je appt wat met elkaar, je belt wat met elkaar. Maar normaal gesproken spreek je elkaar hier bij de voetbal. We zijn soms ook wel een beetje bang dat er mensen die 2 jaar lang bijna geen voetbal hebben gedaan op een zaterdag. Dat die soms hun zaterdag straks anders in gaan delen. Daar zijn we nog niet helemaal van overtuigd hoe dat straks zal gaan. Dus we hopen, we proberen ten eerste de vrijwilligers er weer te krijgen. Kom hier gewoon zaterdag weer gezellig naartoe. We mogen nog maar met 50 mensen naar binnen in de kantine. Naar aanleiding van onze grootte van de kantine. Dus we hebben ook een gedeelte met met ons dorpshuis in Aderop, het AUS, overlegd. Van thuisspelende teams, kom hier en drink hier na tijd je biertje tot met 50 man. Volgens alle coronaregels natuurlijk. En een gedeelte van de uitspelende elftallen die gaan naar ons dorpshuis toe om daar... het sociale leven weer op te pakken, zeg maar. Iedereen is netjes lid gebleven, netjes de contributie betaald. Dus daar zijn we erg, erg blij mee. En ik denk dat het heel mooi is om bij zo'n club als ASV, dat wordt hier ook duidelijk aangegeven, dat prestatie en gezelligheid, dat moet hier hand in hand gaan. Dus dat komt wel goed.